In dit filmpje laat ik jullie een kleurtechniek zien, een face framing, en die heb ik gezet met 14 folies. Deze kleurtechniek hoort bij de kniptechniek die ook op YouTube staat. Ik wil mijn kleur zo licht mogelijk hebben, dus ik gebruik de Snow White van Kiss samen met 9% en die maak ik 1 op 2, maak ik die klaar. Hier voeg ik de No Yellow Pro Booster aan toe en dat is een blauw-paars pigment wat ik extra aan mijn blondeer kan toevoegen. Dit reduceert het laatste geelpigment en kom ik wat lichter, wat koeler uit in mijn kleur. Let wel op een 7 hoogte maximaal 2% toevoegen en op 1 hoogte maximaal 8% toevoegen. Gaat er niet overheen, liever wat minder, want anders zou je kleur een beetje blauwer kunnen worden en dat willen we niet. Ik deel het haar eerst af voordat ik de kleur ga inzetten. Ik neem een middenscheiding bovenop, ik neem een scheiding van het hoogste punt van het hoofd net achter het oor en je zag ook een scheiding bij het achterhoofdsbeentje. Dan begin ik aan de voorzijde, daar wil ik hem namelijk ook het lichtste wil ik hem hebben. Ik neem een diagonale scheiding en ik zorg ervoor dat er nog natuurhaar over mijn face framing heen valt. Zoals jullie kunnen zien is mijn passé best wel dik en dat doe ik ook bewust. Ik neem niet de dunne passés op omdat ik wil dat er een beetje natuurhaar in blijft zitten. Ik leg een folie op mijn colorboard en dat doe ik op de rechterkant, want dat kan ik dan makkelijk tegen de hoofdhuid aanzetten. En dan breng ik de Snow White aan op mijn folie, zodat ik zeker weet dat de onderzijde van mijn passé ook gekleurd is. Ik werk op handdoekdroog haar, want ik wil die kleur uitblenden naar de hoofdhuid toe. Niet te hard drukken met je blondeer, want net wat ik aangaf, ik wil dat er een beetje natuurhaar in blijft zitten, want dat geeft een wat zachter effect. De blondeer altijd zacht uitblenden naar de aanzet toe, zodat ik geen harde lijn krijg in mijn eindresultaat. Je folie mooi dichtklappen en dan op die manier kan je door naar de zijkant. Wanneer ik naar de zijkant ga, zal ik ook weer een diagonale passé pakken. Ook nu niet bang zijn om een grove passé op te nemen, want net zoals ik al aangaf, de natuurhaar moet erin blijven zitten. Het grote voordeel van diagonale passés is dat de blondeer soft in het haar wegblendt. Zodra ik ga werken met verticale passés krijg ik echt lijnen, krijg ik een streep in het haar. Zodra ik ga werken met horizontale passés krijg ik meer een panel in het haar. Dus ik werk met diagonale scheidingen en al mijn folies zullen ook diagonaal ingezet worden. Werk met een colorboard, want dan zijn je handschoenen niet elke keer onder de kleur en werk je gewoon heel netjes en snel. Ik heb nu gewerkt met 9%, maar let ten alle tijde op wat de haarkwaliteit is van je klant. En ja, als het 9% niet toelaat, werk dan met 6%, want haarkwaliteit gaat altijd voorop. Ben je bang dat het haar heel broos is, kan je er ook altijd nog extra kerabond aan toevoegen. Die beschermt het haar tegen afbreuk tijdens het blondeerproces. Maar ik werk op een dolhead, dus dan is het niet nodig. En wanneer je kerabond toevoegt, dan het papje klaarmaken 1 op 1. Ik wil dat mijn blonderingproces gelijk opgaat, dus wanneer ik de 2 aan de zijkant erin heb gezet, ga ik door naar de andere kant. Dat ongeveer gelijk opgaat, niet dat ik doorga naar de partij in de nek, die doe ik later. Ik zet nu deze 2 folies ook aan de voorzijde zet ik in. Ook hier diagonaal werken en let er altijd op dat het natuurhaar mooi over het geblondeerde gedeelte heen valt. Wanneer ik aan het blonderen ben, werk ik altijd op handdoekdroog haar. Het heeft namelijk 2 voordelen. Het eerste voordeel is dat het water alkalisch is, dus het opent al een klein beetje het haar. Plus is het veel makkelijker om je kleur uit te blenden, dat je geen harde lijnen krijgt en dat je product mooi egaal wordt opgenomen in het haar. Het komt ook wel eens voor dat de klant buiten deze face framing ook de rest van het haar gekleurd wil hebben. Nou, dan zou ik het advies geven, neem dan een dunnere passé voor je blondeer, dan een passé natuurhaar ertussen
En dan weer een smalle passé met blondeer. Want op deze manier kan je namelijk tijdens je blondeerproces gelijk de rest van het haar inzetten in je kleur. Zodat je niet twee keer een kleurbehandeling hoeft te doen bij de klant in de salon, maar dat alles tegelijkertijd in één keer ingezet kan worden. Stel je voor dat je nu werkt in wat fijner haar, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om het haar wat meer uit te mazen. Dus dat je geen hele sluisjes pakt, maar dat je meer een weef gaat doen. Let wel op, als je weef heel fijntjes is, dan zal het wegvallen in de rest van het haar. Dus dan moet je wel een wat grovere weef moet je aanhouden om het in te zetten. Maar dat is ook een mogelijkheid wat je kan doen in wat fijner haar. Wanneer ik dan beide zijpartijen heb ingezet, ga ik door naar de nekpartij. Ook hier werk ik met diagonale passés. Jullie zien hier de afdeling in de nekpartij. Het zijn twee passés diagonaal die je dan inzet. Nu heb ik gekozen voor een face framing. En wat ik jullie al vertelde, met 14 folies. Dus hij is snel ingezet. Maar zou je bovenop het haar ook highlights willen zien, is dat ook mogelijk. Dan zou je er gewoon 1, 2, 3, 4, 5 extra folies bij moeten plaatsen. Dus dan heb je een gehele kleuring. Heb je met 19 passés heb je dan te pakken. Maar omdat we op dit moment de face framing toch wel heel veel zien, heb ik gekozen voor deze kleurtechniek. Dus let op wanneer je met deze passés of met deze kleurtechniek gaat werken, dat je wat grovere passés pakt vanaf een normaal dikte haar, dat je de blondeer eerst op de folie smeert tot de onderzijde meegepakt wordt, dat je daarna de blondeer bovenop je passé aanbrengt en dat je niet te hard drukt, zodat er wat natuurhaar tussen blijft. Vouw een folietje, dat het er allemaal netjes uitziet voor de klant en loop zo helemaal rondom loop je langs. Wanneer ik dan de onderzijde heb gedaan, ga ik terug naar de zijpartij en dan zien jullie hier ook de diagonale scheiding zet ik ook weer in, zodat die mooi beweegt in het haar, de kleuring. Je kan op verschillende manieren de kleur uit laten blenden naar je uitgroei. Ik kies ervoor om mijn kwast in de tegenovergestelde richting om te draaien met weinig product terug omhoog te laten vloeien. Ik gebruik ook wel eens mijn pink, dat ik denk van daar mag hij nog wat even wat meer uitvloeien. Of je zet je kwast in een horizontale beweging en op die manier werk je zachtjes naar de aanzet werk je toe. Ik laat nu ongeveer een centimetertje of 2 centimeter hou ik van de aanzet, hou ik vandaan. Ik vind dat zelf persoonlijk mooier dan wanneer ik hem helemaal tegen de aanzet, de blondeer. Want dan krijg ik ook weer die harde lijn en die wil ik dus niet zien. Ik gebruik nooit warmte wanneer ik ga blonderen. Soms zie ik het nog wel eens gebeuren in salons dat ze warmte gebruiken, maar wanneer ik warmte gebruik, dan blaas ik de kleur op en blijf ik altijd zitten met meer geel pigment dan wanneer ik werk met zonder warmte. Met blonderen is het gewoon een kwestie van geduld. Ik ga nu naar mijn laatste passé bovenop, valt er ook weer diagonaal de andere kant uit dan de onderliggende passé. En dan weet ik zeker nu aan de bovenkant dat ik natura over heb die er mooi overheen valt. Maar wil je graag dat er bovenop wat highlights zijn, dan zet je in de tegenovergestelde diagonale richting nog een folie bovenop. En dat kan dan zijn een hele slice of je kan ervoor kiezen om hem uit te mazen. Dat is aan jezelf. Wanneer je het haar mooi afdeelt, voordat je gaat kleuren, dat je alle spulletjes klaar hebt staan, dat je in één keer door kan gaan, dan heb ik deze kleurtechniek in 20, 25 minuten heb ik hem erin zitten. Zou ik de rest van het haar moeten kleuren, dan ben je een kwartiertje langer ben je dan bezig, maar een snelle techniek die je kan gebruiken in de salon om te kleuren. De andere zijde zet ik exact hetzelfde in. Wanneer dan beide kanten bovenop zijn ingezet, ga ik weer terug naar de achterzijde. En zoals jullie kunnen zien, ik werk weer diagonaal.
Ik zie ook nog vaak gebeuren dat blondeer los uit de hand wordt klaargemaakt. Maar het advies vanuit mij is: maak het altijd klaar met een weegschaaltje, dat je de juiste verhoudingen hebt en wanneer je product tekort komt en een collega voor je zou het extra klaar moeten maken, dat je exact dezelfde verhouding krijgt, dat je ook exact dezelfde verheldering krijgt. Deze kleurtechniek past heel mooi bij de kniptechniek die ik erin heb gezet. Die kniptechniek vinden jullie dus ook op mijn YouTube kanaal. Het is de kniptechniek met dat het haar in een punt valt, met gelaagdheid, en die gelaagdheid die valt ook in een punt. Net zoals bij de kniptechniek is deze kleurtechniek ook geschikt voor half lang tot lang haar. Dan ben ik aangekomen bij de laatste twee passés op het achterhoofd. En zoals jullie kunnen zien valt er nog genoeg natuurhaar overheen, zodat ik toch in mijn face framing of met mijn highlight aan de achterkant mooi onder het natuurhaar blijft. Maar zou ik er nog wat verder bovenop willen werken, is dat natuurlijk ook goed mogelijk, zolang je maar diagonaal blijft. Na een inwerktijd van 30 minuten heb ik hem uitgespoeld. Het enige wat ik gedaan heb, is nog nagewassen met de No Yellow Kiss Shampoo, om het nog zoveel mogelijk een cool eindresultaat te geven. Het mooie van deze shampoo is dat je hem ook aan de klant mee kan geven voor thuisgebruik, dat de kleur mooi cool blijft en dat hij niet gelig wordt. Hier laat ik jullie nog zien dat je nog natuurhaar ertussen hebt zitten. Normaal gesproken wil je dat niet, maar bij deze techniek is het wel noodzakelijk. Hierbij het eindresultaat, een mooie techniek om te zetten bij je klant in de salon met 14 folies. Ik zeg succes allemaal!